welkom. Dit is mijn studio, kunstgalerie. Ik ben niet alleen fotograaf, maar ook beeldende kunstenaar. En mijn favoriete plek zit beneden. Ah, en wat is dat precies? Mijn fotostudio. Een fotostudio die er op het eerste gezicht uitziet als alle andere fotostudio's in onze stad. En toch is deze bijzonder, want alles wat hier gebeurt levert geld op voor het goede doel. Zoals je nu mee ziet, met mijn werk werf ik geld. Klanten komen hier heel erg graag, omdat ze weten dat een deel van wat ze aankopen bij mij gaat voor de goede doelen. Dus indirect zijn ze ook sponsors. Dat spreekt vooral ouders ontzettend aan. Dat deel van de winst, volgens Sarai ongeveer 50%, gaat naar een stichting die ze samen met haar man heeft opgezet. De stichting zet vervolgens weer allemaal projecten op in Zuid-Amerika om armoede onder kinderen te bestrijden. Het is een stichting die in 1995 is begonnen, in november, december. Uit de inspiratie, zoals ik zei, het begint uit een briefje van mijn zusje die mij vroeg om hulp. En hebben wij nagedacht, nou, als wij voor meerdere projecten willen ondersteunen, dan moeten wij iets beter officieel aanpakken. Niet alleen mensen uit de buurt van de Zegwaardstraat, waar haar studio zit, willen graag voor haar lens verschijnen. Ook de ambassadrice van El Salvador, een land in Midden-Amerika, vindt Sarai's manier van ondernemen erg bijzonder. He venido esta mañana invitada por Sarai a conocer su estudio y a mí me motiva mucho conocer la otra parte de esa gran empresaria como es Sarai, que es esa labor social que ella viene desempeñando en diversas partes del mundo. Eso es importante para mí. Je bent naar het gemeentehuis geweest, je gaat een nieuw paspoort aanvragen en je hebt een nieuwe pasfoto nodig. Kom je bij mij? Kom je bij jou? En dan heb je in ieder geval... Maak je een foto en een goedgekeurde pasfoto en een deel daarvan van je geld gaat naar mijn project. Indirect ben je ook mijn sponsor.